Het is voor jonge ondernemers van belang te weten hoe uitdagingen te doorstaan. Om deze groep de nodige tools aan te reiken, heeft VSB Young Management op zaterdag 27 november het Young Entrepreneurship and Leadership Seminar georganiseerd. Anwit Ramlakhan, voorzitter van VSB Young Management, blikte tevreden terug. VSB Young Management is gestart in 2019 en in 2021, dus dat is dan nog dit jaar, zijn de bestuursverkiezingen gehouden. Daarbij ben ik gekozen als voorzitter met nog 4 andere bestuursleden. Een van de eerste initiatieven die we hebben genomen is ons strategisch plan uiteenzetten, zodat we nou precies wisten in onze zittingsperiode van 2 jaar wat we nou allemaal moeten gaan betekenen voor 1 ons leden en 2 voor alle jongeren in Suriname. Dat is dan nou precies het eerste initiatief waarom wij dan dit seminar hebben georganiseerd en waarom we dan vandaag hier zijn. Bij het kiezen van onze sprekers en paneleden hebben we daar heel nauwkeurig mee, zijn we mee omgegaan in de selectieprocedure. En we hebben zowel lokale als internationale sprekers, dat kan ik wel gelijk meegeven. En we hebben young en senior professionals, dus we hebben alle segmenten getracht te raken. En zo heb je bijvoorbeeld Mike Antonius, die is de directeur van Telesuur, dus daar heb je de ICT sector daarin. Je hebt Kurt van Essen, die komt vanuit Fernandes. Je hebt Washa Sarju, die komt vanuit Rudisa. Dus daar heb je al een heleboel sectoren. We hebben Timothy Mendonça, die komt uit de aviation. We hebben Whitney de Rijp, die komt uit Datasuur. We hebben Vishant Poeren, die is een influencer. We hebben Shelby Mukiran. Dus een heleboel, er zijn zeker een aantal namen die ik heb gemist, maar een heleboel influencers, young professionals, senior professionals, die allemaal gemixt zijn in verschillende sessies, zodat we dan de maximale benutting kunnen krijgen van hun kennis en vaardigheden die we willen meegeven aan de participanten. Ik participeer eraan omdat ik sowieso denk dat het handig is om een bijdrage te leveren aan entrepreneurship en leiderschap. Het zijn toch wel zaken die we nodig hebben om bijvoorbeeld te komen uit de financiële crisis waarin we ons bevinden. Als je onderneemt en je doet niet, dan ben je niet aan het ondernemen. Ondernemen is minder praten, meer doen. En duidelijke stappen zetten in een richting waar je op denkt te gaan. En dat consequent afwerken. Consistency is key. Waar we ons onvoldoende bij stilstaan is dat de wereld zich begeeft in de 4e industriële revolutie. En dat heeft alles te maken met automatisering, digitalisering. Die e-Suriname visie is eigenlijk ontwikkeld tegen die achtergrond. Omdat wij als land te weinig ondernomen hebben om mee te kunnen participeren van de kansen gebruik te kunnen maken die zich aandienen vanwege de internet-economie.